Gouden Vriendschap door John Terne. Majoor Norman? Ja, dan bent u zeker meneer Colvin? Inderdaad. Ja, het spijt dat ik zo laat ben. Er zat zo'n tractor voor mij op die smalle weg. Ja, ja. Passeer is er niet bij. Inderdaad. De folklore van het Engelse platteland, kun je wel zeggen. Mm-hmm. Dat is een van de nadelen als je zo afgelegen woont. Maar komt u verder? Ja. U vindt het niet erg om in de tuin te zitten, niet te koud? Oh, nee, beslist niet. Prachtig terras hebt u. Ja, dat gaat wel. Maar u moet niet aan de andere kant van de heg kijken. Gaat u zitten? Zeg, ja. Ik heb begrepen uit uw brief dat u inlichtingen wilt hebben over die jonge Mark Rutkin. Ja, normale gang van zaken. Hij heeft gesolliciteerd bij de veiligheidsdienst en heeft u opgegeven als referentie. Hij had wel iets beters kunnen bedenken. Hoe gaat het, dat antecedentenonderzoek tegenwoordig? Nog steeds met die formulieren? Nou ja, een persoonlijk gesprek lijkt mij beter. Dus als ik u een paar vragen mag stellen, dan krijg ik vanzelf de gegevens die ik nodig heb. Gaat uw gang. Waar en wanneer hebt u Mark Rutkin voor het eerst ontmoet? Hongkong, mei 62. Uh-huh. Ik kwam net uit Duitsland om de bevel over te nemen. Mark zat toen op het hoofdkwartier als lid van de militaire inlichtingendienst. Mei 1962. Uh-huh. Kunt u in het kort samenvatten wat u daarna gedaan hebt? Wat ik gedaan heb? Ik dacht dat ik kon praten over Mark Rutkin. Oh, maar daar komen we dadelijk op terug. Oh, gaat dat zo? Goed dan. Tot eind 64 ben ik bij de brigadestaf gebleven. Uh-huh. Daarna heb ik het commando gekregen over een regiment infanterie. Twee jaar later ben ik met de jongens teruggegaan naar Engeland. Een half jaar later daarna ongeveer, het was bij NATO-oefeningen in Duitsland, had mijn chauffeur even een tank niet gezien. Als we vandaar even verder gaan, even kijken. In 1967, als invalide de dienst verlaten, in november van dat jaar toegetreden tot de directie van het familiebedrijf de Norman Meelfabrieken. Toen het bedrijf verleden jaar werd overgenomen door de coöperatieve graanverwerkingsindustrie, hebt u de aangeboden plaats in het bestuur geweigerd. Waarom eigenlijk? Voor iemand die verondersteld wordt een antecedentenrapport te maken over kapitein Rutkin, beschikt u wel over een verbazingwekkende hoeveelheid gegevens over mijn leven. Uw achtergrond en uw ervaring zijn van doorslaggevende betekenis voor de waarde van het rapport. Dat zou wel, ja. Ik wil niet onbeleefd zijn, maar zou ik misschien uw papier even mogen zien? Ach, maar natuurlijk. Daar had ik eigenlijk zelf aan moeten denken. Alsjeblieft, heer. Dank u. Interessant. U bent kolonel, zie ik hier. Geweest, ja. Ach. Kijk, ondertekend door het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst persoonlijk. Hebben alle kolonels buiten dienst die op een antecedentenklusje worden uitgestuurd zulke zware papieren? Niet allemaal. Dat dacht ik al, ja. En daarbij, u bent helemaal niet buiten dienst. Ik heb vanmorgen uw naam opgezocht in het blauwboek. Ik moet zeggen. Zegt u me liever hoe het komt dat een hoogofficier met dit soort routinekarweitjes wordt opgeknapt? U maakt het me wel moeilijk. Ik had gehoopt dat deze vraag pas later in het gesprek bij u zou opkomen. Veel later. Zou u niet eens eindelijk open kaart spelen, kolonel? Nou begrijp ik hoe ze aan uw naam gekomen zijn. Het gaat namelijk om het volgende. Mijn chef, het hoofd van de BVD, heeft me gevraagd u te polsen. Waarover? Of u een opdracht zou willen aannemen. Wat voor opdracht? Ik ben invalide, herinnert u zich wel? Dat komt van het Latijnse woord invalidus. Zwak, krachteloos, gebrekkig. U hebt in de tijd beroep aangetekend tegen de beslissing van de medische staf die u ongeschikt verklaard heeft voor alle diensten. Ja, actieve dienst. Dat gaat niet meer en dat zal ook nooit meer gaan. Maar er zijn nog honderden andere mogelijkheden in het leger. En heus niet allemaal kantoorbaantjes. Als die verdomde geneesrekken me maar niet. Sorry. Het is niet mijn gewoonte me zo te laten gaan. Nou, voor zover ik kan zien, bent u in een uitstekende conditie. Vindt u erg als ik u nog één vraag stel voor ik met de zaak op tafel kom?
Wat wilt u nog meer weten? Ik heb het eigenlijk net al gevraagd. Waarom bent u niet toegetreden tot het besturen van de coöperatieve graanverwerking toen uw bedrijf werd overgenomen? Ik zou daar het vijfde rad aan de wagen geweest zijn. Ik geloof niet in schaalvergroting als enige middel om een zaak beter en efficiënter te laten draaien. Bovendien waren hun producten veel slechter dan die van ons. Hun klantenservice was helemaal abominabel. En dan hun personeelsbeleid. Dat zat mij als oud-officier helemaal dwars. Nee, u zou het daar niet gemakkelijk gehad hebben. Ik neem aan dat u tegen de overname was. Inderdaad. Maar mijn beide neven hadden de meerderheid van de aandelen. En zij waren ervoor. Ach, ja. Ik kan ze geen ongelijk geven. Het is tegenwoordig voor kleine ondernemingen niet makkelijk om het hoofd boven water te houden. Jammer. Op die manier komen een hoop goede krachten op straat te staan. Kop koffie? Oh, heel graag, ja. Als u even met me meeloopt. Ja. U vindt het toch niet erg om in de keuken te zitten, hè? Dat is makkelijker. Drinkt u uw koffie zwart of... Nee, een wolkje melk graag. Zijn er mensen thuis? Nee, ik woon hier alleen. Vrijgezel. U kunt dus vrijuit praten. En het liefst maar meteen over die opdracht. U heeft geen bezwaar dat ik een sigaret rook? Nee, ga even gang. Fijn, dank u. Zo. Goed. Ja, in het kort gaat het om het volgende. U weet, het gaat slecht met onze economie. Zo slecht zelfs dat er grote tekorten zijn op de betalingsbalans. Door gebrek aan buitenlandse valuta stagneert de aankoop van voedsel, energie en grondstoffen voor de industrie. En die economische crisis zou nog wel eens veel erger kunnen worden. En? Nou, ondanks de wettelijke bepalingen en de controle op de naleving daarvan verdwijnen er grote sommen geld uit Engeland. En daar krijgen wij niets voor terug. Hè. Tenminste, geen goederen die belangrijk zijn voor onze economie. En daar hebben we juist grote behoefte aan. Wat wordt er dan wel voor gekocht? Goud. Ik dacht dat het de burger verboden was om goud in zijn bezit te hebben. Tenminste, in grote hoeveelheden. Alleen sieraden en munten. Ja, nee, dat klopt. Om speculatie met het pond sterling tegen te gaan. De inflatie gaat al hard genoeg. Maar ja, het is niet tegen te houden. Speculanten weten altijd wel een gaatje te vinden. Ja, als de munt onder druk staat, viert de goudhandel hoogtij. Dat is altijd zo, dacht ik. Ja, maar in het huidige economische klimaat is het niet meer of minder dan verraad aan Engeland. Is dat niet wat sterk uitgedrukt? Niet als we er wat dieper op ingaan. Goud kopen is verboden in Engeland. Dus wie goud koopt, overtreedt de Engelse wet. Maar de verkoper of de bemiddelaar in een ander land gaat vrij uit. Hij overtreedt niet de wetten van zijn land. Dat wil zeggen, hij heeft de koper in zijn macht. Chantage. Dat gevaar zit erin, ja. Er zijn het afgelopen seizoen vreemde verschuivingen geweest op de beurs. Alsjeblieft. Dank u wel. Zo. Dank u. Ja. Ik wil daar nog niet verder op ingaan, maar het vermoeden bestaat dat de grote sommen die anders beschikbaar zouden zijn voor de instandhouding van de economie nu verdwijnen langs duistere kanalen. Zeer waarschijnlijk wordt dit geld gebruikt voor de handel in drugs. Of, en dat is mijn terrein, voor de illegale wapenhandel. En daardoor krijgen terroristen middelen in handen waarmee ze onze democratie kunnen ondergraven. En dat van ons geld. Aardig bedacht. Maar... Wat kan ik daaraan doen? Ik heb totaal geen verstand van internationale handel. U hebt u laten uitkopen uit uw bedrijf. U hebt dus een aardig kapitaal. Een man in uw positie zou zich best eens willen wapenen tegen die inflatie. U hebt 5 jaar in Hongkong gezeten en we weten dat dat een centrum van de goudhandel is. Levend aas? Als u het zo noemen wilt. Er zijn natuurlijk risico's aan verbonden. Bent u bereid om mee te doen? Wilt u nog koffie? Telegraafdienst. Dag, juffrouw. Wat kost een telegram naar Hongkong? Dat is... Moet het vandaag nog aankomen? Ja. Ja, dat is 70 pence voor de eerste 10 woorden en ieder woord extra 7 pence. Mooi. Kan ik u de tekst opgeven? Wat is uw nummer? Armory 3221. 3221. Ja.
Zegt u het maar. Het telegram is bestemd voor Tom Walker. Walker gespeld met de beginletters van Willem, Anton, Leo, Karel, Eduard, Rudolf. Gun Thornton and Company, Kowloon, Hongkong. Hongkong, ja, en de inhoud? Kom dinsdag met vliegtuig, stop, groeten. Ondertekening, Derek Norman. Ik lees het even terug. Aan Tom Walker gespeld, Willem Anton Lodewijk Karel. Nee, het is niet waar. Kathleen! Kathleen! Hallo, Derek. Wat enig om je te zien. Geweldig, wat een verrassing. Ik dacht, ik bel jullie meteen op als ik aankom. Ik had niet gedacht dat je... Hoe wist je in hemelsnaam met welk toestel ik zou komen? Toen ik zaterdag je telegram kreeg, heb ik een kennis op het reisbureau gebeld. Die heeft de passagierslijsten voor me opgevraagd. Oh jee, ik ben geen steek veranderd, Kathleen. Hoe lang is het nou geleden? 7, 8 jaar? En dan in dit afschuwelijke klimaat, zeg, hoe krijg je het voor elkaar om er nog altijd zo stralend uit te zien? Dank je, Derek. Dat is lief van je. En hoe is het met jou? Na dat ongeluk? Hoe kon het erger? Zeg, zullen we ergens iets gaan drinken? Ik ben nu alweer uitgedroogd. Ik had bijna vergeten hoe warm het hier was. Het is net een sauna. Je dorst ben je in ieder geval niet kwijt. Kom maar. Hier maar. Goed. Zo. En? Hoe is het met Tom? Sloot hij er nog altijd zo uit? Toen ik je telegram kreeg, realiseerde ik me dat je het niet wist. Wat wist? Dat Tom dood is. Wat? Wat zeg je? Spijt me, Derek. Ik had het wel iets voorzichtiger kunnen zeggen. Altijd heb ik je willen schrijven om je te vertellen wat er gebeurd is. Maar wanneer ik... Ik had het niet geloven, zeg. Tom was zo taai als wat. Nooit een dag ziek geweest. In april is het gebeurd. Hij moet overboord geslagen zijn. En verdronken. We hadden een zeilboot gekocht, een draak. Hij is ermee gaan varen op zee. Alleen. En hij is niet meer teruggekomen. Wat afschuwelijk. Hebben ze naar hem gezocht? De zee is gevaarlijk hier. Vooral in de buurt van de eilanden. De politie heeft meteen een zoekactie op touw gezet. Het enige wat ze hebben teruggevonden is de boot. Bijna onbeschadigd. Ergens aan de westkant van Lantau. Van Tom geen spoor. Niets. Dat is haast niet te geloven. Als een uitstekend zeiler en kon zwemmen als de beste. Hoe was het weer? Och, 's avonds was er wat wind. Normaal, zoals zo vaak. Misschien was het toch te veel voor hem.
zo helemaal alleen. Ik heb het idee dat het niet gebeurd zou zijn als ik met hem mee was gegaan. Een rot geschiedenis. En jij hier helemaal alleen? Ach, het spijt me, Dirk, dat ik je niet geschreven heb. Het was gewoon te veel voor me. Ik heb Toms ouders al moeten schrijven. Mijn ouders en dan onze kennissen hier. Zo ben jij erbij ingeschoten. De enige vriend die Tom... Geef niet, Kathleen. Geef niet. Ik weet het. Het heeft me moeite genoeg gekost... mijn vrienden te schrijven toen ik uit het leger gegooid was. Waarom ben je niet naar Engeland gekomen? Ach... De mensen op de zaak zijn geweldig voor me geweest. Ik krijg niet alleen een maandelijkse toelage, maar ze hebben er ook voor gezorgd dat ik mijn oude baan bij de bank weer terugkreeg. Ah. Ik werk nu op de afdeling buitenland. Het was een onbeschrijfelijke bende, maar het is leuk alles opnieuw te organiseren. En het heeft me er bovenop gehouden. Heb je prima geregeld, Kathleen. Woon je nog steeds op Castle Peak? Nee, ik heb een flatje in Kowloonsaai, net groot genoeg voor mij alleen. Ik heb alleen geen logeerkamer. Hotels hier zijn belachelijk duur. Nou, maak je daar maar geen zorgen over, hoor. Komt gewoon op de onkostennota. Zeg, je hebt toch meelfabrieken? Koop je tegenwoordig je graan in Azië? Ik heb niets meer. Onze fabrieken zijn opgekocht en dat is eigenlijk een heel verhaal. Dat kan ik je beter vanavond vertellen. 8 jaar, er is heel wat in gebeurd. Mag ik je uitnodigen voor diner? Ribeiro. Goedenavond, senor Ribeiro. U spreekt met Norman. Dirk Norman. Ja. Ik heb uw adres gekregen van dokter José de Aragao. Hij heeft een brief voor u meegegeven. Ach ja, mijn oude vriend uit Londen. Bent u in Macau, meneer Norman? Nee, ik zit in Hongkong, maar ik was van plan morgenochtend over te steken. Zou ik een afspraak met u kunnen maken voor morgen in de namiddag of in de avond? Natuurlijk, het zal mijn eer zijn u welkom te heten in Macau. Ik kan u laten afhalen als u dat wilt. Ah, dat is heel vriendelijk van u, senor Ribeiro, maar ik weet niet precies hoe laat de boot aankomt. Ik bel u wel voor een definitieve afspraak als ik in mijn hotel ben. Ik zit in Bella Vista. Zoals u wilt, meneer Norman, zoals u wilt. Gezien het feit dat onze wederzijdse vriend pas benoemd is tot handelsattaché... mag ik aannemen dat uw bezoek ook een zakelijk doel heeft? Misschien kunnen we het nuttige met het aangename verenigen. Zeker, dat is zeker. Dan wacht ik morgen op uw telefoontje. Ja. Nog koffie? Nee, dank je, ik niet meer. Ik heb verrukkelijk gegeten. Hoe ik weer uit mijn jurk kom straks? Nou, niet overdrijven, zeg. Je bent nog altijd zo slank als een den. Hou op. Voor dat soort spelletjes zijn we toch zo langzamerhand te oud. Is een mens ooit te oud om de waarheid te horen? Wat ik nog steeds niet gehoord heb. Wat kom je hier nou eigenlijk doen? Ik heb uit je verhaal begrepen dat je een huis gekocht hebt in Dorset... Mm-hmm. Dat je aan het rentenieren bent na de verkoop van je aandelen? Ja, ik ben aan het tuinier geslagen. Aha. Ik heb het huis laten opknappen en toen het helemaal klaar was, toen ging het me vervelen. En toen ben ik iemand tegen het lijf gelopen die hier een paar interessante contacten heeft. Hij wil kijken of er misschien handel in zit. Mm-hmm. Ja, ik hoef je wel niet te vertellen hoe de zaken er in Engeland voor staan tegenwoordig. Dan ben je nog zo'n handig zakenman en nog zo ervaren. Het is niet makkelijk om het hoofd boven water te houden. Nou, hier is het ook niet meer wat het geweest is. De grote jongens hebben alle vette kluiven in de wacht gesleept... en de kleintjes vechten om de resten. Uh-huh. Je mag wel voorzichtig zijn. Ze vechten met tanden en klauwen. Ja, dat zal wel. Het zal me eerst eens behoorlijk moeten oriënteren. Nou, als ik iets voor je kan doen. Je zegt het maar. Ik heb een goed contact met de mensen op de zaak waar Tom gewerkt heeft. En op de bank horen zie ik natuurlijk ook nog wel het een en ander. Lief van je... om dat aan te bieden. Ja, ik heb al zitten denken. Ja? Ik moet morgen naar iemand in Macau. Misschien wel het beste adres dat erbij is. Zou je niet een paar dagen vrij kunnen krijgen om mee te gaan?
Dan kunnen we daar samen eens wat rondkijken. Die zakengesprekken zullen wel niet al te lang duren. Naar Macau. Ja. Ja, als je bang bent dat de mensen gaan kletsen. Oh, laat ze kletsen zoveel ze willen. Nou, wat dan? Ben je bang voor het gele gevaar met die Chinese grenzen vlakbij? Nee. Nee, dat is het ook niet. Maar weet je, die laatste reis van Tom... Hij was op weg naar Macau. Maar zover is hij toch niet gekomen? Nee, maar... Ik weet niet waarom ik me... Nou... Ach, als je maar zo kort blijft, is het zonde om je alleen te laten gaan. En ik heb al vrijgenomen. Voor het geval je gezelschap zou willen hebben bij het verkennen van je oude terrein. Mooi, mooi zo. Dus je gaat mee. Graag. Dank voor je uitnodiging. Naar wie moet je toe in Macau? Vind je het erg dat ik het vraag? Nee, natuurlijk niet. Mag het best weten. Maar houd het wel voor je, hè? Iemand mocht dus de lucht voor krijgen. Ik heb een afspraak met Ribeiro. Hm? Joachim Ribeiro. Ooit van gehoord? Jazeker. Ik heb hem zelfs al eens ontmoet. Jaren geleden. Het is een Portugees, een man van de oude stempel. Tom heeft een paar keer zaken met hem gedaan. Ze waren nogal met elkaar bevriend, geloof ik. Dat klinkt goed. Is hij te vertrouwen, denk je? Volgens Tom wel. Maar ik heb wel eens verhalen gehoord. Hij schijnt ook zaken te doen met mensen die je vermoorden voor een kwartje. Binnen. Goedenavond, meneer Norman. Goedenavond. Welkom. Komt u binnen. Dank u. Hoe is het met mijn goede vriend, dokter José? Uitstekend, dacht ik. Ik heb hem helaas maar kort ontmoet. Dit is de brief die hij heeft meegegeven. Ah, het is een bijzonder prettig en intelligent mens. Mag het u toch zitten? Ja, dank u. Mag ik u een glas wijn aanbieden? Graag. Atai, de Madeira, graag. Neemt u me niet kwalijk als ik de brief even inkijk? Nee, nee, ga ervan. Want de inhoud kan van belang zijn voor ons gesprek. Natuurlijk. Eens kijken. Oh. Kort en duidelijk. Helemaal Aragao. Ja. Heeft heel wat geduld met me moeten hebben. Ik kan vaak zijn tempo niet bijhouden. In Londen zal ik je thuis voelen. Jij laat de karaf maar hier, Atai. En zorg ervoor dat we niet gestoord worden. Op uw gezondheid, signor? Op uw geluk en voorspoed. José heeft me geleerd direct tot de zaken te komen. Uw tijd is natuurlijk ook kostbaar. Wat kan ik voor u doen? Ik wilde graag praten over de mogelijkheden wat de aankoop van goud betreft. Ah, juist. Ja, dat komt niet helemaal onverwacht. Tja, in Engeland is de invoer nogal aan regels gebonden. Bijzonder onaangenaam kan dat zijn. Ik heb begrepen dat er een manier is om al die officiële romslomp te vermijden. Uiteraard, uiteraard. De menselijke geest houdt nu eenmaal geen halt voor douanebepalingen. Speciaal niet waar het gaat om het veiligstellen van ons bezit. Om welke bedragen gaat het, als ik het vragen mag? Voor de eerste transactie, om te kijken of het systeem werkt, hadden we gedacht aan zo'n 25.000 Amerikaanse dollar. Uh-huh. Als alles naar onze tevredenheid verloopt, dan kunnen er veel grotere bedragen vrijgemaakt worden. Vooropgesteld dat de inflatie verder gaat. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Ah, ja. Maar wij denken dat er in de naaste toekomst niet veel verbetering in zal komen. U zegt wij. Mag ik aannemen dat u optreedt namens een groep? Een syndicaat? Inderdaad, inderdaad. Mijn partners houden zich liever op de achtergrond. Ja, dat begrijp ik. En u bent volledig bevoegd om voor hen op te treden? Mm-hmm. Oh, partners hebben wel een groot vertrouwen in u. Ze vertrouwen mij het risico toe, ja. Maar ik kan u geruststellen.
Veel risico is er niet. Zal ik u een korte beschrijving geven van de normale gang van zaken bij ons? Graag. Een koper uit een land waar het verboden is goudstaven te bezitten of te verhandelen, betaalt hier de normale wereldmarktprijs op de dag van aankoop, uitgedrukt in Amerikaanse dollars, plus 10%. Mm-hmm. Uiteraard kan de eigenaar op ieder moment weer verkopen, ook weer tegen de dagkoers op de vrije markt, ditmaal minus 5%. En deze percentages blijven hetzelfde, hoe groot die aankoop ook is? Die blijven altijd hetzelfde. Ja. Het enige dat ik u zeggen kan, als u of uw partners kleinere bedragen wil investeren, dan zou ik u aanraden, koop liever munten. Zuid-Afrikaanse krugerrente bijvoorbeeld. Die kunt u volkomen legaal kopen tegen een meerprijs van maar 8%. En bij de verkoop, ook weer helemaal volgens de wet, bent u maar 2% kwijt. En de betaling op naam? Liefst niet. In uw geval zou ik u adviseren, geeft u mij een cheque voor het overeengekomen bedrag, betaalbaar bij de een of andere door mij aan te geven bank. En in ruil daarvoor krijgt u van mij een door de bank uitgegeven certificaat waaruit blijkt dat u of uw opdrachtgevers eigenaar zijn van de tegenwaarde in mijn goud. En die bank, is dat een bank hier in Macau? Oh, alsjeblieft, meneer Norman. Wij doen alles om ons bedrijf gezond te houden. We zitten hier op een kruidvat. Het zou niet verstandig zijn onze kostbare hier te bewaren. Nee, uw goud ligt in de kluizen van een gerenommeerde handelsbank met kantoor over de hele wereld. En discretie verzekerd natuurlijk. Juist. Dus er is geen gevaar voor verraad? Dat kan ik u garanderen. Tenminste, wat mijn aandeel in de transactie betreft. Ik kan natuurlijk niet instaan voor uw geldschieters of voor mensen die uw bankrekening beheren. Hoho, dat zal wat mij betreft geen probleem opleveren. Iets anders, senor. Een van mijn partners dacht dat we misschien zouden kunnen betalen met aandelen aan Toner. Ja, dat is natuurlijk een andere mogelijkheid, maar dan zullen we toch eerst de waarde van die aandelen moeten onderzoeken. En ik moet u waarschuwen, meneer Norman, met de Engelse fiscale recherche valt niet te spotten. Als u lastige vragen wilt vermijden, dan is het zaak nergens spoor achter te laten. Ja, uiteraard, ja. Ik ben u zeer dankbaar, senor, voor dit openhartige gesprek. Was van genoegen. Ik moet de problemen wat de betaling betreft nog eens nader bekijken. Als ik de mogelijkheden gevonden heb, mag ik dan nog eens contact met u opnemen? Natuurlijk. Denkt u rustig over na. Zaterdag ben ik in Hongkong. Als u dan al beslist hebt, kunnen we de zaak. Hallo, Kathleen. Druk gehad vanmiddag? Nee hoor. Ik heb me aangepast aan de gewoonte hier en een eerlijke siesta gehouden. Oh, is niet te geloven, die rust hier. Na die drukte in Hongkong. En, hoe was het bij Ribeiro? Oh, ik geloof wel dat we tot zaken kunnen komen. Ik wil me natuurlijk nergens mee bemoeien, maar het is toch wel allemaal legaal, hè, die zaken. Heb jij een reden om wat anders te veronderstellen? Ach, ik heb je al gezegd. Tom had zo nu dan ook wel eens wat met die Ribeiro te maken. Hij heeft me er nooit veel over verteld, maar hij was wel altijd onrustig en gespannen als hij zaken met hem deed. En je weet het wemelt hier in Macau van lui die handelen in dingen waar een eerlijk zakenman nog niet eens naar zou willen kijken. Dacht je dat Ribeiro ook zo iemand was? Ik weet het niet. Ook dat kan best zijn dat hij zo eerlijk is als goud. Maar ik had niet de indruk dat het hem veel kan schelen waar zijn spullen vandaan komen of waar ze naartoe gaan. Gestolen spullen, dacht je? Nou, gestolen of gesmokkeld of dingen die hier of daar verboden zijn om in of uitgevoerd te worden. Mm-hmm. Ik weet het niet. Tom zei eens, zodra er ergens op wat dan ook invoerbeperkingen komen, ontstaat er onmiddellijk een zwarte markt met waanzinnige prijzen. Daar had hij waarschijnlijk gelijk in. Hij wist meestal precies wat er allemaal omging in dit deel van de wereld. Toen zijn boot gevonden werd, zo bijna zonder schade, heb ik wel eens gedacht, misschien wist hij wel te veel. Doe je dat hij vermoord zou zijn? Het is alleen maar een idee. Toen hij de laatste keer ging zeilen, was hij zo gespannen. Net of hij wist dat er iets zou gebeuren. Heb je dit ooit tegen de politie gezegd? Ik heb er wel eens over gesproken met een kennis van ons, inspecteur Clark. Hij is een vrij belangrijke fan, maar ik geloof niet dat het onderzoek ergens toe geleid heeft.
En Tom deed zaken met Ribeiro. Ik vraag me af... Het heeft geen zin om er nu nog op terug te komen, Dirk. Het zal Tom niet meer helpen. Jij zou er een hoop narigheid op kunnen krijgen. Terug in de dagelijkse sleur. Kom je nog even mee een borreltje drinken? Ik ga liever naar bed als je het niet erg vindt. Ik heb morgen vroeg weer een afspraak met iemand van de bank. Jammer. Nou, in ieder geval bedankt voor het uitje. Het is goed om er zo nu en dan eens helemaal uit te zijn. Fijn dat je het leuk gevonden hebt. Ik vond het erg prettig dat je mee was. Ik bouw je morgen, goed? Natuurlijk. Maar niet te vroeg, hè. Ik ben uitgeput van al dat niks doen. Welterusten. Tot morgen, Dirk. Geen kik meer, mevrouw Walker. Eén geluid en ik zal die mooie hals van u moeten bleken. Naar binnen. Hier. En stil. Wie bent u? Wat doet u hier? Ik wou graag met u kennis maken. Kunnen we meteen over zaken praten? Kim, zorg dat we niet gestoord worden. Wat hebt u met mijn spullen gedaan? Alles ligt overhoop. Wij hebben erg weinig kapot gemaakt. Tot nu toe. En ga nu zitten. Nee, gezicht naar het licht. En blijf met uw handen van de telefoon. Wat wilt u? Geld heb ik niet en er is niets van waarde in huis. Ik wil u alleen maar een paar dingen vragen. Als u niet eerlijk antwoordt, zullen we de zaken wat scherper moeten stellen. Dat zou jammer zijn van uw mooie gezichtje met zo'n mes, hm? Als ik u was, zou ik niet proberen eromheen te draaien. Alleen de waarheid. Is dat begrepen? Ja, ja. U bent net terug uit Macau. U bent daarheen geweest met iemand die zich Norman noemt. Een man die hinkt en die een litteken over zijn gezicht heeft. Om precies te zijn, de man die u net heeft thuisgebracht. Ja. Waarom is deze man hier in Hongkong? En wat moest hij in Macau? Ik weet het niet precies. Hij heeft me bijna niks verteld. Ik vraag niet wat hij niet verteld heeft. Ik vraag wat hij wel verteld heeft. Alleen maar dat hij een paar adressen had van mensen waar misschien zaken mee te doen zijn. Waarom bent u dan met hem meegegaan? Omdat hij is een vroegere vriend van mijn man. Ik heb een paar dagen vrijgenomen om hem wat gezelschap te houden. Vrijgenomen van de bank? Huh? Die adressen hebt u daarvoor gezorgd? Nee. Een oude vriend van uw man. Ook in de handel? Hij is altijd in het leger geweest, tot een jaar of 7 geleden. Hij heeft een ongeluk gehad en is afgekeurd. In het leger? Wat moest hij dan plotseling in het zakenleven? Ik weet het niet. Hij zat in de directie van een familiebedrijf. Wat voor bedrijf was dat? Granen, geloof ik. Meelfabrieken of zo. Maar ik geloof dat die verkocht zijn. Wat doet hij dan nu voor zaken? Maar begrijp het dan toch. Ik weet niets van Dirk of van zijn zaken. Ik neem aan dat u de waarheid spreekt. Wie zou zo gek zijn om zijn geheimen aan een vrouw te vertellen? Maar toch, uw man... Wat is er met mijn man? Die had de vervelende gewoonte om zijn neus te steken in zaken die hem niet aangingen. Bedoelt u dat? Ik bedoel, als u en dat groentje Norman dezelfde slechte gewoonte hebben, dan zal ik daar iets aan moeten doen. Begrijpt u? Dan zal ik afdoende maatregelen moeten nemen. Ah, meneer Norman. Goedemorgen. Mag ik u voorstellen, onze assistent-manager, de heer Chang? Goedemorgen. Gaat u zitten. Goedemorgen. Dank u. Ik geloof dat u geluk hebt. Ja, het goud staat vandaag $2 lager.
Ja, dat heb ik op de bank al gehoord. Ja, meneer Cheng heeft een berekening gemaakt, uitgaande van de toekomst bestelde 200 ounces. Als u het even wilt nakijken. Ja. Ja, dat klopt met mijn berekening. En hier is de cheque. Dank u. Londen, Zuid-Afrika Bank. Uh-huh. Uitstekend. Die kan ik zonder meer accepteren. Mooi zo. En het eigendomscertificaat? In opdracht van signor Ribeiro is dat uitgeschreven op naam van een NV. De Aubrey Investeringsmaatschappij in Gibraltar. Klopt. Maar waar ligt het goud? Marnus. De Cheng is hier een vertegenwoordiger. En bent u tevreden? Of heb ik te veel gezegd over de status van de bank? Nee, zeker niet. Maar ik dacht dat Marnus veel te directe betrekking had met de Bank van Engeland en de schatkist. Ik kan me die vergissing voorstellen. Maar wij zijn een handelsbank met vertegenwoordiging in bijna alle landen van de wereld. En wij zijn niet aan de Engelse wetten gebonden wat betreft de goud- en valutahandel. Aan de Britse fiscus. Heeft die geen recht op inlichting over de deposito's? Uiteraard niet. Dat zou het vertrouwen van onze cliënten beschamen. Dus, we zijn het erover eens. Wij wisselen deze waardevolle papiertjes tegen elkaar uit. Ja, maar eerst nog een vraag. Als mijn partners vinden dat alles van deze eerste keer naar wens verlopen is, dan willen ze misschien meer investeren. Het is voor mij een beetje bezwaarlijk om iedere keer als zij willen kopen naar Hongkong te vliegen. Is er geen mogelijkheid om in Engeland zelf zaken te doen? Of in ieder geval een beetje dichter bij huis? Jane. Nee, dat schikt inderdaad niet. Juist. Goed. In dat geval, ik kom meteen. Ja. Als u mij wilt verontschuldigen, heren, iets waar nogal haast bij is. Natuurlijk. Tot ziens, meneer Norman. Ik hoop dat we elkaar nog eens zullen ontmoeten. Tot genoegen, meneer Cheng. Zeg. Ja, uw vraag. Het is niet onmogelijk om in Europa, zelfs in Engeland, bar goud te kopen. De moeilijkheid is alleen om een bemiddelaar te vinden die te vertrouwen is. Ja. Kent u iemand die hier in Hongkong uw zaken kan behartigen? Niet meer. De enige die ik dat had kunnen toevertrouwen is helaas een paar maanden geleden gestorven. Oh, dat is verder. Wie was dat, als ik vragen mag? U hebt hem, geloof ik, gekend. Tom Walker van Gentleman & Company. Maar die heb ik heel goed gekend. Mm-hmm. Ik heb zelfs de eer gehad kennis te mogen maken met zijn vrouw. Bijzonder charmant. Mm-hmm. Ja, dat zijn de raadselen van de zee. Raadselen? Ik heb begrepen dat het onderzoek naar zijn dood nooit iets heeft opgeleverd. Er was geen hoge zee, de boot was praktisch onbeschadigd. Ja. U was met hem bevriend. Heel goed zelfs. Misschien is bij u ook het idee opgekomen. U bedoelt oog om oog. Oog om oog, tand om tand. Exodus. Als we dat beschouwen als de oplossing van het raadsel, waar moeten we dan beginnen? Bij het woord van de filosoof Cicero. Qui bono. Wie heeft de belang bij zijn dood? En het antwoord? Het antwoord is naar alle waarschijnlijkheid Ling. Ling. Cheng. Kan ik spreken? Ja. Weer een koper. Geen grote transactie, maar veelbelovend voor de toekomst. Mooi. Hetzelfde systeem? In grote trekken wel. Volgende aankopen misschien via andere kanalen. Ah. Daar moeten wij dan eens even over praten. Goed. Waar? Vanavond 10:00 bij de steiger. Goed. Maar zonder getuigen? Natuurlijk. Nog even. Die koper. Was dat een oudere Engelse man met een litteken op zijn gezicht? Ja. Als ik het niet dacht. Dank je, Cheng. Tot vanavond. Wie is daar? Derek. Wat is er, Kathleen? Is er wie?
binnen. Spijt me, ik ben een beetje overstuurd. Er is zoiets afschuwelijks gebeurd gisteravond. Ik heb nog geprobeerd je te bereiken. Wat is er dan? Toen je me had afgezet gisteravond, stonden hier binnen twee kerels op me te wachten. Inbrekers? Nee, ze hadden wel alles overhoop gehaald, maar ze hebben niks meegenomen. Ze hebben me ondervraagd over jou. Wie kan in godsnaam... Derk, zijn er bij jou in het hotel nog kamers vrij? Ik wil hier niet blijven, ik ben op van de zenuwen. Iedere keer als er iemand langs loopt... Ja, kom maar. Mijn auto staat vlak voor de deur. Wou je nog iets meenemen? Ik heb een koffer al gepakt. Goed. Ik weet niet of ik hier ooit nog terugkom. Ik heb geprobeerd er een verklaring voor te vinden... Die kerels moeten daar op de een of andere manier achtergekomen zijn dat ik met jou naar Macao ben gegaan. Mm-hmm. En waarschijnlijk hebben ze gedacht dat we zouden proberen om iets over Tom aan de weet te komen. Dat zou dus betekenen dat Tom inderdaad... Ja, dat twijfel ik nu ook niet meer aan. Ja, dat zou kloppen met wat ik vanmorgen gehoord heb. Ik heb Ribeiro weer ontmoet. Hij noemde in dit verband een naam. Van de moordenaar van Tom? Van iemand die belang kon hebben bij de dood van Tom. Zeker de Ling. Ja. Ja, laat hem maar boven komen, ja? Ja, dank u. Ribeiro. Zou wel eens een kleine krijgsraad kunnen worden. Wat ben je van plan? Je hebt je vijanden gezien. Denk je dat het veel zin heeft om ze ook de andere wang toe te keren? Nee, maar het gevaar... Ik heb het idee dat het nog veel gevaarlijker is om niets te doen en af te wachten tot ze toeslaan. Ja, komt u binnen, senor. Dit is Kathleen Walker. U kent haar al, geloof ik. Ja, lang geleden, in betere tijden. Mijn gevoelens van deelneming, mevrouw. Dank u. Kathleen is... Pardon, gaat u zitten, senor. Dank u. Kathleen is gisteravond overvallen door een paar kerels. Ze hebben eruit gehoord over mijn activiteit in Macao. Ze waren, geloof ik, bang dat ik me zou bemoeien met de dood van Tom. Huh? Die veronderstelling ligt voor de hand... En, is dat inderdaad zo? Nee, ik ben hier al zo lang weg. Ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen. U? Misschien wel. Bij Ling. Hebt u iets ontdekt? Zeker. En dat was niet eens zo moeilijk. Ik heb veel invloedrijke relaties hier. Ook bij de pers en bij de politie. Mevrouw Walker, zou u een van uw overvallers kunnen herkennen uit deze wat onflatueuze foto? Ja. Ja, dat was hem. De man die de leiding had en die me bedreigd en ondervraagd heeft. Ling. Ik vraag me af wat hij in zijn schuld voert. Waarom is hij plotseling zo nerveus? Wat doet hij nog meer dan moorden en intimideren? Ik bedoel, waar verdient hij zijn geld mee? Nou, dat is een heel verhaal. Dan zou we eigenlijk iets meer moeten weten van de achtergronden van wat zich hier in Hongkong allemaal afspeelt. Als ik u niet verveel... Nee, in tegendeel, wat ik vang. Het komt nog eens voor dat bepaalde landen handelbedrijven met wat eigenlijk hun politieke tegenstanders zijn. Hmm. Vaak vinden ze het dan niet nodig dat de hele wereld van die transacties afweet. Dit soort dingen liggen nogal gevoelig. Vooral als het gaat om schaarse of strategische goederen. Chroom bijvoorbeeld of olie en goud. Hmm. Er moet dus een discrete vorm gevonden worden voor deze handelsbetrekkingen. En Hongkong is daarvoor de ideale plaats. Zo liepen dan de geheime zaken van Moskou, Peking en Hanoi... over het handelsagentschap van Ling, dat toen nog in Macao gevestigd was. Ja. Tom Walker voerde vaak opdrachten uit voor de westerse landen. Wist je daarvan, Kathleen? Nee, maar ik heb er wel eens aan gedacht. Tot zover de feiten. Nu komen de veronderstellingen. Het is niet ondenkbaar dat Ling een bom van neveninkomsten heeft aangeboord. Mm-hmm. Veel leveranciers van goederen waarop een embargo ligt, zijn te chanteren. Mm. En ze betalen liever dan dat ze zich aan vervolging blootstellen. Mm. Dus u denkt dat hij ook geprobeerd heeft om Tom te chanteren? Dat gerucht doet de ronde. Ach. Maar uw man stond stevig in zijn schoenen. Niet alles wat hij deed kon door de beugel, maar hij was zo verstandig om nooit voor iemand anders te werken dan voor de Engelse regering. Uh-huh. Dus voor hen die de wetten maken en het toezicht houden op de naleving ervan. Hij liep dus niet het minste risico van een vervolging. Toen Ling probeerde hem geld af te persen, heeft hij waarschijnlijk op de juiste plaats
een opmerking laten vallen. En toen is er een discreet briefje naar de Oostpoortlanden gegaan. En Ling is prompt in ongenade gevallen. Zijn kantoor is gesloten. En hij moet blij zijn dat hij het er levend afgewacht heeft. Ja. Maar hij had natuurlijk wel in de gaten aan wie hij dat allemaal te danken had. Dus uit wraak heeft hij... Wraak, daar koop je niets voor. Het gaat bij Ling om de winst. Als een winst bedreigd wordt, is hij er snel bij om zijn zaken te beschermen. En waar zit hij nu? Hij komt niet zoveel meer op het vasteland. Meestal zit hij op een eiland dat hij gekocht heeft bij Casapik Bay. Daar zit hij veiliger. Oh. Je kunt er alleen met de boot komen. Kerstien, die boot van Tom. Heb je die nog? Die ligt in een jachthaven bij Thai Lam. Zeewaardig? Ja, maar als je er mee de zee op wilt, dan zul je een loods nodig hebben. Weet je er een? Ja, ik. Ik zou het eiland in het donker kunnen vinden. Wat denkt u te gaan doen, meneer Norman? Hoe meer ik van die man hoor, hoe nieuwsgieriger ik word. Ik zou hem graag eens willen spreken. En ik denk dat ik wel een paar aanknopingspunten kan vinden. U wilt hem dus vereren met een tegenbezoek? Ik wil het meer laten aankomen op een krachtmeting. Doet u mee, senor? Graag. Ik heb ook nog iets met hem te regelen. Maar we moeten onze vijand niet onderschatten. En deze expeditie grondig voorbereiden. Ik zal zorgen dat dit zaakje in orde komt. Waarschijnlijk breng ik nog een paar vrienden mee. Ik kan me niet voorstellen hoe iemand in deze firma van eilanden de weg kan vinden. En dan op een donker. Dat zit ik me ook net af te varen. Ik heb er geen idee van waar we zijn. Ja, het is lastig. Zelfs met goed weer en een beetje maan, dat geef ik toe. Maar we hebben zo vaak gezeild in deze baai. Ik ken iedere meter van de kust. Ik geloof dat dat het eiland is dat u bedoelt. Ja, het huis staat aan de andere kant. Er is daar een klein steigertje. Bent u er ooit aan land geweest? Nee, maar ik ken de situatie. Kunnen we aan deze kant van het eiland voor een anker gaan? Dan gaan we met de roeiboot aan land. Goed. Dan doen we het laatste stukje op het zeil. Alleen de fok, dat is genoeg. Help even, Dirk. All right. En dan straks het werpanker, anders maakt het te veel lawaai. Kun je het vinden, Dirk? Vooraan, in het kastje en stuurboord. Hier? Ja. Zit er touw genoeg aan? Hoe diep is het hier? Wacht even. Zeven meter. Haalt hij wel. Mm-hmm. Als ik hem op de wind zet, laat je hem zakken. Oké? Okay? Aye, aye, skipper. Als ik ergens mee kan helpen. Nee, dank u. Lukt wel. Gaat u maar in de kajuit met uw vrienden. U kunt vast de riemen pakken. Ze liggen in het vooronder. Nou, dichterbij durf ik niet te komen met deze maan. Stil genoeg. En wat doen we nu? Jij gaat met Ribeiro en mij naar het strand en je roeit terug. Uh-huh. Dan nemen de andere twee de roeiboot over en jij blijft hier op de boot. Ach. Voor het geval we overhaast moeten vertrekken. Het bevalt me niet. Waarom niet? Die Norman is een oude vriend van Walker. Ik heb jou toch gezegd, die vrouw was doodsbenauwd gisteravond. Als ze iets had geweten over haar man of over die Norman, had ze het me gezegd.
Die Engelsman is tegen niemand iets van plan. Het is mij een beetje te toevallig. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Norman loopt met open ogen in de val. Een Brits onderdaan die een flinke hoeveelheid goudstaven heeft gekocht. Wij hoeven alleen maar te wachten tot hij nog meer koopt. En hup, dan slaat de val achter hem dicht. Dat dacht je met Tom Walker ook. En toen slokte hup de val achter jou dicht. Dat zal mij niet weer gebeuren. Je hebt met die Walker anders dan een grote fout gemaakt. En ik begin te geloven dat je gisteren met een bezoekje aan zijn vrouw weer zo'n blunder hebt gemaakt. Wat wil jij dan? Niets. De zaak van Norman en Ribeiro is rond. Hij heeft niets kunnen ontdekken wat niet iedereen lang weet. Laat hem verder met rust. Ook bij volgende transacties? Ook bij volgende transacties. En wat brengt mij dat op? Niets. Voor volgende keer beter. Dat bevalt mij, verdommendik. Alarm. Ook dat nog. Ja, wat betekent dat? Dat er buiten iemand rondloopt. Voort, doe het licht uit. Dat zie je. Dat is iets fout. Ik heb je gewaarschuwd. Er is niets aan de hand. Kan jij met een revolver omgaan? Nee, ik heb nog nooit zo'n ding in mijn handen gehad. Ik heb je altijd gezegd. Geen geweld. Zorg dan in ieder geval dat je mij niet in de weg loopt. Kim! De achterdeur, het is menens. Het lijkt wel of hij op het huis omsingeld is. We kunnen naar mijn boot. Idioot, dat is de eerste plaats waar ze ons opwachten. Het botenhuis, misschien hebben we daar nog een kans. Kom mee. Als ze je hier vinden, wordt je levend gewild. Wacht even. Maar wat is er? Binnen het raam, er is iemand op het terras. Hierheen dan. Wie is dat? Ik kan als geen adem meer halen. Gas. Ze proberen ons te vergassen als ongedierte. Liggen. En klap naar de deur. Help. Help je toch. Sterk spul, zeg. Dat gas slaat op je keel. Nog meer van die kerel? Nee, alleen deze drie. Waarvan ik er één hier niet had verwacht. Zo, onze vriend meneer Cheng. Het liefste zou ik hem nog wat van dat gas geven. Nee, niet meer. De persoonlijke inlichtingendienst van Ling. Iedere keer als hij een transactie had afgesloten voor Mariners, wist Ling wie de klant was met naam en toenaam. Of niet soms? Moet je niet aan denken hoeveel mensen er door die twee zijn uitgeperst. Mensen die mij vertrouwden en die ik mijn woord van geheimhouding heb gegeven. Dat ze in handen vielen van die twee ellendelingen. Ze zijn het doodtrappen nog niet waar. Niet doen. Als u die twee in de gaten wilt houden, senor, zou ik graag even een woordje alleen spreken met onze vriend Cheng. Natuurlijk. En wat hebt u me te vertellen, meneer Cheng? Waarom wilt u mij alleen spreken? Senor Ribeiro is dan wel heel temperamentvol. Maar ik ben bang dat echte harde actie hem toch wat te veel zou worden, vandaar. Wat wilt u van mij? Ik heb nooit iemand kwaad gedaan. Ik ben geen misdadiger. Ik heb het gedaan omdat ik niet anders kon. Wat is dat? Dat is wat ze vroeger een wurgkoert noemden. Heel efficiënt. En vertel me nu maar eens precies wat je hier eigenlijk uitvoert. Niet doen. Vertel op, zolang je nog kunt ademhalen. Wat is je relatie met Ling? Twee jaar geleden. Ik had gespeculeerd in vreemde valuta. Met geld van de bank. En toen plofte ineens de markt in elkaar. Ik was radeloos. Had geld nodig. Anders zouden mijn geldschieters het hoofdkantoor waarschuwen. En toen kwam Ling. Nam mijn schulden over. Op welke voorwaarden kan ik me wel voorstellen? Ik ben altijd een eerlijk mens geweest. Goede positie ben ik. Ja, nu ben je verrader en een afperser. En medeplichtig aan tenminste één moord. Nee, dat niet. Ooit gehoord van Tom Walker? Ja, wat weet je van hem? Walker niet. Nou?
Link beschouwde Walker als zijn vijand. Waarom weet ik niet. Ik weet alleen dat Link een paar jaar geleden moeilijkheden gehad heeft in Macau. En dat was volgens hem de schuld van Walker. Ga nou maar op over die 2 jaar geleden. Afgelopen maart is Walker plotseling verdwenen. Begin daar maar. Link en ik zagen elkaar bijna nooit. Alleen in noodgevallen ging ik naar hem toe. Ik ging naar 's nachts met mijn boot. En? Toen? Op een avond in maart. En toen was ik ook weer hier naartoe gevaren. Link en ik stonden te praten op de steiger. Hier vlak onder het huis. Toen kwam er een zeilboot rond het eiland. En de man aan het roer, die had een verrekijker op zijn hals hangen. Nog voor hij erdoor kon kijken, was Link al weggesproken. Papa, ik was te langzaam. De man had alle tijd om te zien wie ik was. Link herkende de boot en wist wie de eigenaar was. Maar zijn eigen boot lag open en bloot in de steiger. Ook hij was dus herkend. Verder? Nou, Link die stuurde me naar binnen om Kim te roepen. Ze hebben de boot genomen en... Ik heb in het donker verder niets kunnen zien. Maar toen ze terugkwamen... Ja, wat toen? Meneer Norman, ik heb al gezegd... dat Link me gedwongen heeft om voor hem te werken. Als ik kan bewijzen dat ik met die moord niets te maken heb... Niks bewijzen. Als er iemand bij betrokken is, dan ben jij het wel. Je hebt zelf gezegd... dat Tom uit de weg geruimd moest worden omdat hij jou erkend had. Maar als ik kan bewijzen dat ik onschuldig ben... Onschuldig? Man, je bent minstens zo schuldig als het gespuis hiernaast. Ook als Tom Walker nog leeft. Wat zeg je daar? Walker leeft. Waar is hij dan? Ja... Waar is hij? In de kelder, onder het huis. De deur is daar, achter de kast. Verdomme, dadelijk is hij nog vergast. Tom! Tom, wat zit je? Tom! Hier, Tom! Bij het ventilatieluik. Kijk! Hoe gaat het? Heb je niks? Ik kan bijna geen adem halen. Wat is dat voor rotspul? Rattengif of zoiets? Stinkbehoorlijk. Traangas. Kom maar naar buiten. Kun je lopen? Probeer. Gaat wel. Zo. Hoe is het met Caroline? Uitstekend. Jouw boot ligt voor anker, even buiten de kust. En ze zit zich natuurlijk op te vreten, omdat ze niet weet wat er allemaal gebeurt. Kathleen? Is ze meegekomen? Ja. We hadden een loods nodig. Gaat het? De trap op? Oh, als je het kan hem aandoet. Zo. Ik dacht dat mijn oude vriend Ling eindelijk een einde ging maken. Wij dachten allemaal dat hij dat al maanden geleden gedaan had. Wees maar voorzichtig met Kathleen, anders schrikt ze zich dood. Ja, ze moet wel een vreselijke tijd hebben gehad. Wat heb je gedaan met Link, zijn lijfwacht? Die is onder de veilige hoede van Ribeiro en zijn vrienden. Ze liggen te huilen, de stakkers. Niet van berouw, maar van het traangas. Zeg, was dat het idee van Link om je hier gevangen te houden? Ja. Hij wilde weer in de gunst komen bij de Chinezen. Ja, ja. En daarom heeft hij geprobeerd mij uit te wisselen tegen een van hun agenten... die door de politie wordt vastgehouden. Mm-hmm. De onderhandelingen liepen geloof ik niet zo vlot, hè? Zo. Maak eerst maar eens een wandelingetje in de tuin om je longen weer schoon te spoelen. Graag. Zeg, laat me even. Mm-hmm. Kan ik proberen langzaam te wennen aan het idee dat ik nog leef? All right. Jullie hebben een lawaai gemaakt. Ik kon het hier helemaal horen. Psychologische oorlogsvoering. Uitstekend gelukt.
Waar is Ribeiro? Die gaat met de boot van Ling om hem en zijn kameraad weg te brengen naar Macau. Oh, geef eens even een hand. Zo. De politie zal met dat stel wel raad weten. Daar gaan ze. Zijn ze vrienden ook mee? Ja. Zeg, wie zijn dan die twee figuren op het strand? De een is meneer Cheng. Een bankiertje dat door Ling gechanteerd werd om informatie over zijn klanten door te geven. Ik heb hem laten gaan, want ik denk dat ik hem nog andere? Nodig... Als je zo nieuwsgierig bent, neem de boot en ga kijken. Het is toch niet... Nou, als iemand die we gevonden hebben in de kelder, zeg, zeurt de hele tijd over zijn vrouw. Oh, kalm aan. Val niet overboord. Pas op, de roeispanen. Anders kom je er nooit. Tja, Norman. Je rol van beschermengel is afgelopen. Maar ja, je kunt niet alles hebben, zullen we maar zeggen. Toch eens vragen of ze niet een zuster heeft. U hebt geluisterd naar Gouden Vriendschap door John Tarrant in de vertaling van Tom van Beek. U hoorde Bert Dijkstra als kolonel Colvin, Sacco van der Made als Derek Norman, Els Buitendijk als Kathleen Walker. Omroepster Joke Reitsma Hagelen. Telefoniste Bea Brandsbuis, Ribeiro, Wim van den Brink. Herbert Joeks als Cheng, Donald de Marcas als Lien en Hans Fuchs was Tom Walker. Technische realisatie Ad van de Ven met assistentie van Bram Hengeveld. Regie Tom van Beek.